terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen, tijdje terug ontvingen wij van het Dutch Beer Collective biermail vanuit België. En nou ja, het is toch zeer plezant om biermail te mogen ontvangen vanuit het Vlaanderen. Hè? Jazeker, super gaaf. Ja, ga niet natuurlijk gek lopen doen. Niet dat Belgen gek zijn, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, ik blijf Biergeek Holland, mensen. En dat Biergeek Belgium of something. Oké. Okay. Kregen we post van Vicari. Of gewoon Vicaris. Kan ook. Vicaris, mensen. En daar kregen we 4 bieren op van, opgestuurd. Zo gaat hij. 4 bieren kregen we opgestuurd. Waaronder deze. En ik ben een enorm fan van. Dat mogen mensen best weten. Want iedereen denkt dat ik alleen maar blubberdikke jetsers. En weet ik veel wat voor bieren ik altijd drink. Maar ik ben gek ook op klassiekers. En ik ben gek op triples. En dit is dus hun Vicaris Triple Strong Blonde. Hell yeah. Allereerst etiket. Zijn nieuw. Ik heb wel eens vaker wat van Vicaris gedronken. Heerlijke bieren. Maar ze hebben dus nu een vernieuwd etiket. Ziet er goed uit. Wat staat erop? Puur familiaal authentiek. Vicaris Triple. Een zacht en toegankelijke blond bier met fruitige toets. 100% natuurlijk. Ongefilterd en niet gepasteuriseerd. Best before 1.8.22. En ze komen uit Dendermonde. En de brouwerij heet Brasserie Dillewijns. Dus het is Brasserie Dillewijns met een Vicaris Triple. Get it. Ik vind gewoon Vicaris. Dat vind ik gewoon. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, de dop trouwens. Ook mooi. Ziet er goed uit. Tijd voor Belgisch bier, mensen. Ik heb gewoon zin. We hebben gewoon een keer zin in Belgisch bier. Here we go. Ik drink regelmatig Belgisch bier. Zoals Cornet vind ik heerlijk. Le Chouf. Dat soort bieren. Heerlijk. Laten we snel inschenken. Proper glassware. Here we go. Ja, en Thomas en Gerben, dus Thomas Opent en Dutch Beer Geek, die hebben denk ik al een Vicaris gereviewd, dacht ik. Dus kijk eventjes op hun kanaal wat hun ervan vinden. Oké, okay. Allereerst de schuimkraag. 3 vingers, mooi strak wit, grote belletjes, maar vooral kleine belletjes. Eigenlijk... hoe een Belgisch blond, Belgisch bier, triple, kan schuimen. Wat ik al zei net ook. Hè, ik drink wel eens af en toe Cornet. En Cornet heeft dat ook, weet je wel. Dat echt dat mega schuim. Vandaar denk ik ook dat het, nou ja goed, glas wat groter is dan normaal. En als je gaat kijken naar de koolzuur. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar koolzuur inderdaad, maximaal. Ziet er strak uit. Ik ben heel erg benieuwd. Here we go. Ja, ruikt goed. Inderdaad. Het kruidig komt mooi terug. Kruidig van wat vaak in een triple zit. Doet me eigenlijk ook wel denken aan... Toch ook wel een beetje oaky. Toch ook een beetje aan die cornet. Maar denk ook vooral aan... een triple carmeliet. Triple carmeliet... Heeft ook echt het kenmerkende. Toch wel een beetje dat. Hoe heet het nou? Korianderachtig. Korianderachtige tonen. Hij ruikt zeer smaakvol. Ik wil Vicaris nogmaals bedanken voor deze bieren. Uiteraard wordt dit mede mogelijk gemaakt door Vicaris. Want daar hebben we de bieren van verkregen. En ik vind het goed om wat vaker. Belgische klassiekers te reviewen. Dus laten we dat een beetje terugbrengen op het kanaal. Bij Biergeek Holland. Cheers. Wauw. Lekker.
Kijk, en dat vind ik mooi van dit soort bieren. Koolzuur is wel echt. Het heeft wel echt een enorm koolzuurgehalte. Maar gek genoeg, niet vervelend. Ken je dat? Er zijn wel eens bieren dat je denkt: oh man, wat de koolzuur. Het gaat helemaal hier zitten. Dat je echt denkt: ik ben gewoon spa rood aan het drinken. Dus bij deze vind ik dat minder. Hij zit wel in de voorgrond, merk je wel. Maar goed, die smaaktonen. Vooral dat kruidig komt prachtig mooi terug. Van dit soort bieren moet je uiteraard wel wat vaker boeren. Nou ja, goed. Het zij zo. Lekker hoor. Mooi fruitig. Licht bittertje in de afdronk. Ook wel wat droog. Maar dat kruidige overheerst. Maakt het echt wel een heerlijke trippel. Maar toch vraag ik me af. Er staat bij dat het toch ook wel een blond bier is. Maar er staat weer op trippel. Ben ik niet heel goed op de hoogte misschien. Kan hè. Biergeek Holland weet niet alles mensen. Ik doe mijn best. Maar ik weet ook niet alles. Trippel blond. Kan ook een trippel blond. Het maakt me niet uit. Hij smaakt echt super lekker. Heerlijk bier. Klassiek bier. Ik vind gewoon dat ik vaker dit soort bieren moet reviewen. Ik zag laatst dat de nieuwe Cornet uit is. De standaard is ook een oaked versie. Een oaked blond bier. Maar nu is die smoked. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus als ik die tegenkom, ga ik hem ook uiteraard reviewen. Dat was ik al van plan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar vooralsnog, deze zeer smaakvol. Cijfer voor dit bier. Ook op deze druilerige zondag. Nou ja, ik weet niet wanneer dit online gaat. Maar goed, je snapt hem. Hij krijgt van mij een 7. Ik vind het een heerlijk bier. Goede trippel. Nee, hij krijgt van mij 7,5. Ik ga hem toch veranderen. 7,5. Hij is echt wel dat half puntje gewoon waardig. Heerlijk bier. 7,5. Untapped is dat. 3,50. 3,75. Zoiets. Daartussenin denk ik. Maar zeer smaakvol. Echt super lekker. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Ik wil jou bedanken voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Kom op mensen. We gaan richting die 1000. Daar heb ik jou bij nodig. Dus als je vaker kijkt, denk gewoon, joh, ik ga gewoon abonneren op die gast. Weet je. Dat gewoon doen. Gewoon doen. Hij smaakt goed. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En uiteraard, tot de volgende keer. Cheers.